Yo boys and girls. 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 Mijn naam is Alta Dylan. Yo boys en girls en welkom bij alweer een nieuwe video. Mijn naam is Alta Dylan. En ja, zoals jullie gisteren hebben gezien, is het WK ten einde gegaan. En ja, ik heb het WK, ik heb de winnaar van het WK dus voorspeld. Ik heb dus voorspeld dat Argentinië ging worden. En ja, Argentinië is dus het WK, heeft dus het WK gewonnen. En ja, Argentinië, met Messi het WK. En ja, echt, was zo'n mooie wedstrijd tegen Frankrijk, de 3-3. En dan de penalties, echt... Zo'n mooie wedstrijd. Ik heb nog nooit zo'n mooie wedstrijden gezien. En zo'n spannende wedstrijden. Echt, het was echt zo'n spannende wedstrijd. De eerste minuten, de eerste helft was... stond Argentinië 2-0 voor. En dan komt Frankrijk op 2-2. En dan moet verlengingen zijn. En dan scoort Messi in de verlengingen. En Mbappé nog eens. En ja, en dan komen de penalties aan. Scoort Frankrijk er 2. En scoort Argentinië er 4. Waardoor Argentinië wereldkampioen is. En ja, ik ben zo blij dat ik het voorspeld heb dat Argentinië wereldkampioen is. Maar nu rest de vraag. Wie is er de greatest of all time? Dus de GOAT. Voor mij... En voor veel andere mensen is dat Lionel Messi. Lionel Messi is gewoon de GOAT. Waarom? Omdat Ronaldo heeft niks, maar dan nog niks van een WK gewonnen. En Messi wint zijn laatste WK. En ja, Messi heeft eigenlijk alles gewonnen wat er te winnen valt eigenlijk. En ja, Messi is gewoon de GOAT. Het debat is gisteravond ten einde gegaan. Want ja, Messi is gewoon de greatest of all time. Fuck Ronaldo. Messi is de greatest of all time. En ja, dat vind ik eigenlijk wel leuk. Dat ik zo'n Messi fanboy ben. En ik zeg niet omdat ik een Messi fanboy ben. Dat Messi de GOAT is. Maar Messi is gewoon de GOAT. Vele zeggen het zelfs. Analisten op tv zeggen dat Messi gewoon de grootste aller tijden is. En ja, dat is als Ronaldo niks is. Dus als analisten het zelf al zeggen, die zelf unaniem moeten blijven. Dus Messi is gewoon de GOAT. En mensen daar vinden Ronaldo de GOAT is. Die vind ik persoonlijk nog maar net naar voetbal kijken. En dat is net nieuwkomers bij het voetbal. Want als je ziet hoe dat Messi speelt en hoe dat Messi zijn aanvallen leidt. En hoeveel goals dat Messi heeft en hoeveel... goal contributions, dus hoeveel assists dan, hoeveel voet, wanneer hij zijn voet heeft in goals. Het zijn er zoveel meer als Cristiano en meer als Ronaldo eigenlijk. Dus ja, er is maar één duidelijke GOAT. En dat is Lionel Messi. En ja, ik zeg niet omdat ik een Messi fanboy ben, maar Messi is gewoon de GOAT. En ja, ik vind Messi gewoon de betere van alle twee. En heel veel mensen vinden dat. Heel veel mensen zijn het met mijn standpunt. Want zelfs mensen dat voor Ronaldo zijn, zeggen zelf ook van Messi is de GOAT. En ja, niks aan te doen. Messi is gewoon de fucking GOAT. En ja, deze video wou ik er even tussendoor smijten. Want ja, zoals jullie wel weten, heb ik een maand geleden of een maand en een half geleden mijn WK-voorspelling online gezet. En nu klopt hij dus. Dus allee, de finale, net de tweede finalist klopte niet. Dus allee, net van de tot de finale klopte het. Allee, de groepsfase klopt ongeveer. Maar de finalist, allee, de winnaar is dus unaniem. Ja, is het eigenlijk gewoon voorspeld door mij. En oh, die zijn lach gisteren. Ik was gisteren aan het huilen tot en met, je wilde het niet weten. Ik heb er geen filmpjes van, omdat ik niet wou. En Messi is gewoon een goot. Maar deze video wou ik dus afsluiten met de dingen van dat er morgen nog een FIFA video online komt. En vrijdag komt er een vlog online. En volgende week zijn het 2 afscheidsvideo's. 2 laatste video's van 2022 bedoel ik. Wow, sorry. En dat zijn een FIFA video. Allee, mijn beste packs en mijn mooiste momenten van 2022. Dus ja, bedankt voor het kijken naar mij. Deze video. Bedankt voor het kijken naar mij. En ik zie jullie guys graag terug morgen bij de FIFA video. Bye bye!